maar moet vlaggen gehezen. Nieuwe bestuursjournalistenvereniging. En Mugabe treedt af. Goedenavond en welkom bij het 10 Minuten Jeugdjournaal. Als je vanmiddag langs het regeringsgebouw bent geweest, zal je hem wel hebben gezien. De mega grote Surinaamse vlag. Vanmorgen zijn op deze plek en nog twee andere locaties de mammoetvlaggen gehezen. De grote vlaggen zijn vanaf vanmorgen vroeg door de leden van het Nationaal Leger naar hun bestemming gebracht. De eerste vlag werd bij het regeringsgebouw gehezen. Daarna trokken de militairen naar de Koppenamestraat. Aangezien de komende activiteiten is het gebruikelijk dat we dan het mammoetvlag dan gehezen worden. De eerste is het regeringsgebouw hier aan de Koppenamestraat en zo ook straks aan de Van Toegerenstraat. Ja, de 42e viering van onze onafhankelijkheidsdag is deze zaterdag al. Dit jaar trekt in ieder naar Brokopondo om deze dag te vieren. Maar ook in de stad moet te zien zijn dat er iets te vieren valt. En daar staan deze vlaggen voor. De mammoetvlaggen wapperen de komende 10 dagen op de 3 verschillende plekken. De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft een nieuw bestuur. De vereniging bestaat er al 26 jaar, maar functioneerde de laatste periode op een laag pitje. Dit jaar wilden journalisten verandering. En uiteindelijk is dus een nieuw bestuur gekozen. Dit is Carla Boetius, zelf journaliste bij ATV en nu leider van de vereniging. De SVJ zet zich in voor de belangen van journalisten. Zie het als een soort vakbond die leraren bijvoorbeeld ook hebben. Zo'n organisatie is nodig om het beroepsveld, dat zijn dus de journalisten, de mediawerkers, de cameralui, echt te laten weten dat er een organisatie is die waakt over hun belangen. Maar voorts is het ook zo dat de regering, het bedrijfsleven, de maatschappij moet weten dat er een organisatie is die de stem is van die beroepsgroep. Naast het opkomen voor belangen geeft de SVJ ook trainingen in bijvoorbeeld ethische codes. Dat zijn ongeschreven regels van dingen die wel en niet kunnen in de journalistiek. Je mag bijvoorbeeld geen slachtoffers van misbruik zonder toestemming herkenbaar in beeld brengen. Daar schort er soms nog wat aan. Hè. Mensen passen die ethische codes niet toe. Ze overschrijden het. En er is een lijn die je niet mag overschrijden. Nou, er komen trainingen daarover. Er komen trainingen over kwaliteitsverbetering van de journalist. Wat doe je wel in het veld, wat doe je niet? Hoe ga je ermee om? En het zijn kleine, simpele dingen die sommige mensen over het hoofd zien. Bereiden journalisten zich voor? Lezen ze genoeg? Zijn ze op de hoogte van zaken? Dat soort dingen gaan ook meegegeven worden. Naast de voorzitter, mevrouw Boetius, bestaat het bestuur nu nog uit 5 anderen. Dit zijn Edward Troon, Rachel van der Kooijen, Tatjana Muskiet, Harvey Panka en Shevera Arnhem. Binnenkort komt er nog iemand bij die het bestuur compleet maakt. Het bestuur wordt gekozen voor 1 jaar lang. Zo wordt elk jaar verkiezingen gehouden wie steeds de vereniging mag leiden. In Zimbabwe is er feest. De president van het land, Robert Mugabe, stapt na 37 jaar af. Na huisarrest van een week heeft de president vandaag vrijwillig zijn ontslagbrief ingediend. Onverwacht maar zeer tevreden is het volk uit Zimbabwe. Robert Mugabe diende vandaag zijn ontslagbrief in. Hierin schreef hij vrijwillig zijn presidentschap af te staan omdat hij een vreedzame machtsoverdracht wil. Zijn functie wordt nu overgenomen door Mnangagwa Mugabe, de vicepresident van de regerende politieke partij. Ik vind dat Mugabe lang genoeg heeft gezeten. Hij is de eerste president van Zimbabwe. Dus ja, het is tijd. Van zijn regeertermijn was hij wel een goede president, maar sinds 2000 is de economie in het land ingekrompen. Nou kijk, ik vind persoonlijk dat als het 40 jaar goed is gegaan in het land, het geen probleem is. Maar als je ziet dat het een dictatorship is geworden, dat het slecht gaat in het land, dan moet je toch wel zo iemand dan uiteindelijk afzetten.
of ervoor zorgen dat hij niet meer de president is. Het is al lange tijd onrustig in het Afrikaanse land Zimbabwe. Veel mensen zijn niet tevreden over hun president Robert Mugabe. De situatie werd zo erg dat het leger besloten heeft Mugabe en zijn gezin thuis vast te houden. Het leger wil dat de situatie in Zimbabwe verbetert. Volgens hen gebruikt president Mugabe te veel geweld om te krijgen wat hij wil en maakt hij slechte besluiten. Daarom zouden veel mensen arm zijn. Ook zou hij de laatste jaren op een oneerlijke manier aan de macht zijn gekomen. Dus nu voor Zimbabwe is het een opluchting omdat mensen natuurlijk blij zijn dat hij weg is en een beetje eind zien aan het regime van hem. Maar ik denk niet dat ze echt nog doorhebben wat de ernst van de situatie eigenlijk is. Mugabe is nu 93 jaar oud en sinds 1980 al de president van Zimbabwe. Toen was het nog een rijk land, maar in de jaren dat Mugabe aan de macht was, werd geld steeds minder waard, terwijl Mugabe zelf juist enorm rijk werd. Hij had tientallen auto's en gaf grote luxe feesten. Veel mensen hopen dat er eindelijk wat aan de situatie in het land verandert als er een nieuwe president komt. De president moest juist opkomen voor zijn volk. Ja? Want daarvoor zit hij daar, om zijn volk tevreden te stellen. Ik vind persoonlijk, als het een goede president is, dan mag hij langer zitten. Maar het moet er nog steeds door verkiezingen gedaan worden. Dus niet dat zo iemand gewoon blijft totdat hij wil, zoals Mugabe heeft gedaan. Het grootste deel van de bevolking is super blij dat hun president na 37 jaar niet meer de baas van het land mag zijn. En daarom wordt er groot feest gevierd in de straten van Zimbabwe. Dat de president er nu mee moet stoppen voelt voor veel mensen alsof ze bevrijd zijn. Afgelopen weekend heeft een groot protest plaatsgevonden in Zimbabwe. Mensen hebben gedemonstreerd tegen de president om te laten zien dat zij willen dat Mugabe aftreedt. Dat is heel bijzonder, want de mensen durfden zich eerder eigenlijk niet tegen de president te verzetten. Met zijn aftreden heeft de president Mugabe kunnen voorkomen dat er nog meer protesten zouden ontstaan. Nu kan in ieder geval een vlotte machtsovername plaatsvinden in het Afrikaans land. Het leger des Heils samelt jaarlijks voor de kerstperiode geld in. De kerstpottenactie. Met het geld willen ze kerstpakketten met voedsel uitdelen aan minder bedeelden. Er zijn 9 kerstpotten verdeeld door de stad. Voorbijgangers kunnen hier geld in gooien voor voedselpakketten. Deze worden eind december uitgedeeld aan de mensen die het niet zo breed hebben, zodat ook zij een fijne kerst hebben. Last year we had a budget for 250,000. That can help us feed about 3,000 to 3,500 people. This year, based on the situation of the country, we expect to have more people, but we did not raise the target. Ondanks de organisatie haar bedrag niet heeft verhoogd, zullen zij geen mensen naar huis sturen als zij de 3000 geregistreerden hebben overschreden. Het is kerst en wil zij liever niemand teleurstellen. In de pakketten zitten vooral basisproducten die helpen bij de eerste levensbehoeften. Things like bunabona, they love that. Rice, of course, and whatever. They should have about 15 items in the packet. But the people who are doing that, they are experts. They have been doing it for 50 years, so they know exactly what to buy. And they know we have had somebody like Kombi Mart helping us and also other places. And we will give them. I don't think we will change the menu this year because what Surinamese like is what they like, so you don't change it. But the quality of the packet won't change. De kerstpottenactie duurt tot en met de tweede week van december. Daarna wordt het geld geteld en worden de pakketten samengesteld. Het leger des Heils laat binnenkort weten waar mensen zich kunnen registreren voor het pakket. En dat was het voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!